Leuk dat je weer luistert bij dit nieuwe seizoen, seizoen 5. En vandaag gaan we het hebben over de toekomst van de zomeravond. Ja, het vijfde seizoen van de Wonderwacht is alweer. Ik doe ondertussen alweer 4 seizoenen mee. Dus de tijd gaat hard. Vorig seizoen hebben we afscheid moeten nemen van Adam. En wij misten eigenlijk wel een vierde teamlid. En daarom verwelkomen wij dit seizoen Joris. Joris hebben wij vorig seizoen hebben wij al 2 afleveringen mee opgenomen. Dat beviel ons zo goed dat we Joris voortaan als vaste wonderwachter hebben. Welkom Joris. Ja, dankjewel Luc voor de introductie. Oké, dus we gaan het hebben over de toekomst van de zomeravonden. En toekomst, oké. Ja. Ik wil het eerst even hebben over een grote verandering van dit jaar. Ja. Dat er geen artiesten meer zijn. Ja. En die keuze is gemixt ontvangen onder de Efteling-fans. Sommigen zeggen dat het een hele slechte keuze was en dat het een heleboel gasten heeft gekost. En anderen vinden dat niet erg of zelfs een goede keuze van de Efteling. Hebben jullie echt iets gemerkt van minder drukte of negatieve feedback over dat er geen artiesten meer zijn? Negatieve feedback die heb je altijd natuurlijk. Wat de Efteling ook doet, er is altijd van ergens komt er wel negatieve feedback. Maar qua bezoekersaantallen moet ik zeggen dat ik het niet echt gemerkt heb. Ik heb het zelf ook niet gemist. Wat ik vooral gemerkt heb is dat er op een x-aantal pleinen, vooral op een x-aantal andere pleinen, de kwaliteit een heel stuk lager lag dit jaar. Maar is het denk ik volgens jullie iets waar de Efteling mee door moet gaan of moeten de artiesten in de toekomst terugkomen? Nou, ik denk dat de Efteling hier beter wel mee door kan gaan, maar het wel moet verbeteren. Maar wat ze elk jaar altijd doen, ze kijken naar hoe iets loopt en ze zijn altijd wel bezig om dingen aan te passen, te kijken hoe loopt het en wat doet het. Maar ik had juist meer het idee dat het met het bezoekersaantal wat meer verspreid werd dan normaal gesproken. Nou ja, wat ik vooral merkte is dat dat de operations dit jaar heel goed lagen. Ondanks dat er gewoon een aantal zomeravonden gewoon zo'n 45.000 man in het park waren, lagen de wachttijden lang niet zo hoog als andere jaren. Andere jaren zagen we toch al gauw wachtrijden van 1,5 tot 2 uur. En ik heb die dit jaar eigenlijk niet gezien. Dit jaar heb ik eigenlijk wachtrijden tot maximaal 1 uur tot 1,5 uur gezien. En ik vind dat een hele goede zaak, omdat toch de operations tijdens de zomeravond, dat vond ik altijd een heel groot probleem. Ja, wat je zegt Luc, dat klopt op zich wel. Ik merk ook wel, heb ook wel gemerkt dat bij sommige attracties wel de wachttijd minder is. Wat je wel merkt is, omdat het nou iets meer verspreid is dit jaar, dat de zomeracten wel druk waren. Maar ik merkte wel dat sowieso op de eerste paar zomeravonden dat het nog wel een beetje op gang moest komen. Dat het nog een beetje dat artiesten nou weer even een beetje moesten wennen. Ja, dat ook. En natuurlijk ook de bezoekersaantallen waren de eerste 2 zomeravonden ook vrij laag. Maar dat is altijd het geval al geweest. Vooral de eerste zomeravond is altijd heel rustig. Omdat veel mensen dan de kracht van de zomeravond is dat de mensen erover praten en dan komen de mensen erop af. En na zo'n eerste zomeravond komt die molen zeg maar pas op gang en dan komen de mensen pas. Wat ook algemeen bekend is dat een groot gedeelte van de bezoekers tijdens de zomeravond gewoon de abonnementhouders zijn. Ja, ik hoorde iemand ook zeggen op een bepaald forum dat ze het hele thema van zomeravond los moesten laten. Wat vind je daarvan? Ik ben zelf ook wel van mening dat het concept van zomeravonden toch wel een beetje tegen zijn houdbaarheidsdatum zit. Vooral als de Efteling als internationale bestemming wil gaan zijn. En als ambitie heeft om in 2030 de 7 miljoen bezoekers te halen. Maar denk ik wel dat moet gekeken worden naar een breder concept. Wat ik dan bijvoorbeeld voorsta, en dat zie je in veel Europese parken, is dat ze tot
in het zomerseizoen tot iedere dag tot een uur of 10, 11 geopend zijn. En ik denk dat de Efteling er goed aan doet om ook naar zo'n concept toe te gaan. Ja, dat is wel een interessant idee. Ik was deze zomer in Spanje, in het mooie PortAventura. En dat is in de zomer elke dag tot 12 uur s'nachts geopend. En er zijn zelfs speciale dagen waarop het park tot 3 uur s'nachts geopend is. En dat concept van een combinatie eigenlijk van reguliere openingstijden tot laat, zeg je bijvoorbeeld tot 10, 11 uur, maar dan een aantal dagen wel doorgaan met zo'n zomeravondconcept, dat lijkt mij de beste optie. Want je ziet wel dat de zomeravonden hier succesvol zijn, dat er veel mensen op afkomen en het is gewoon echt heel erg leuk. Je zegt nou net tot 3 uur 's nachts, is dat niet erg overdreven? Ja, dat is wel heel erg overdreven, dat geef ik ook toe. Ik zeg niet dat de Efteling dat moet doen, maar... Nee, dat, ik denk niet dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. De structuur van gewoon elke dag laat open blijven en een aantal avonden echt goed uitpakken. Ook met entertainment en alles wat bij een zomeravond hoort, daar ben ik helemaal voor. Ja, maar je ziet het ook wel, hè, dat ze de avonden ook aan het uitbreiden zijn van 7 nou naar 9. Ga nou even schouw naar Joris. Ja, maar wat ik ook denk van, in het weekend op zich tot 12, dat is op zich wel goed. Maar door de weeks, het is wel minder tot 8. Maar ik denk ook als je het langer zou gaan doen, tot hoe lang zou je dan moeten doen? Want het is wel een beetje... die kinderen zijn misschien wel vrij omdat het schoolvakantie is, maar misschien moeten de andere mensen nog gewoon werken. En dan zit je toch een beetje met dat het niet te laat kan worden door de weeks. Ja, maar goed, de grootste doelgroep die je dan moet gaan proberen te trekken naar de zomer, naar het zomerseizoen, en dat is sowieso altijd al zo geweest, zijn de buitenlandse gasten. Zeker omdat de Efteling wil nou echt een vakantiebestemming gaan worden. Een vakantiebestemming waar mensen echt 3-4 dagen... zitten. En ik denk dat het dan zeker interessant is om te gaan kijken om in het zomerseizoen gewoon langer open te blijven. Want wat Marijn ook zegt, PortAventura, die is ook gewoon het hele zomerseizoen tot laat geopend. Die zijn ook zichzelf, die prijzen zichzelf ook aan tot een vakantiebestemming. Dat zie je ook bij een Disneyland Parijs die in het zomerseizoen tot s'avonds laat open is, prijzen zichzelf ook aan als een vakantiebestemming. Europa Park verlengt in het zomerseizoen de openingstijden. Ook die zien zichzelf als een vakantiebestemming en daar wil de Efteling ook naartoe. Dus ik denk dat als je gaat kijken naar een verlengde openingsuren in het zomerseizoen, dat je dan niet volledig op het Nederlandse publiek moet gaan focussen, maar juist moet gaan inzetten op het buitenlandse publiek. Ja, Joris zegt het een beetje alsof we een langere openingstijd de bezoeker ook verplicht om tot zo laat te blijven. Maar natuurlijk is iedereen vrij om te gaan wanneer ze willen. Dit zag je daar ook in PortAventura. Vooral gezinnen met jongere kinderen, die gaan dan zo rond 6, 7, misschien 8 uur. Gaan die naar huis of naar waar ze ook overnachten. En er blijft altijd wel een bepaalde doelgroep over die tot zo laat in het park blijft. Ja, vooral omdat PortAventura is ook wel een beetje, er staan best veel trails in PortAventura en vooral omdat ze bij Salau liggen is het natuurlijk voor dat park heel interessant om tot zo laat open te blijven. Omdat Salau is toch wel een van de plaatsen in Spanje waar heel veel jongeren op afkomen. En ik denk dat de Efteling ook zich een beetje met die avond ook wel een beetje, natuurlijk ook wel op de gezinnen moet gaan richten, maar ook de jongeren met die avonden wat meer moet gaan aanspreken. En ik denk dan ook dat je, om het toch nog een Efteling feel te geven, dat je dan bijvoorbeeld 2 vaste pleinen hebt, waar je dan acts roleert door de week heen. En dat je dan wat straatentertainment ook nog door het park hebt rondlopen. Ja, over entertainment gesproken. Er is een grote verandering plaatsgevonden in entertainment, want er zijn geen grote artiesten meer. Maar wat zie jij nog meer veranderen om dit concept beter te maken of te veranderen zelf? Het huidige concept bedoel je? Ja. Wat mij dit jaar heel erg opviel is dat vooral het Steenbokplein, het Carnaval Festivalplein en het Piranhaplein, die
zijn kwaliteit, qua kwaliteit vond ik die dit jaar vele malen beter als de rest van de pleinen. Als je dan gaat kijken naar het Witte Paardplein, waar ze andere jaren een hele sterke act hadden met de Cancan. En dan komen ze dit jaar aanzetten met een circus waar geen hond aan is. Daar vond ik, persoonlijk vond ik dat een heel jammerlijke keuze. Sowieso omdat de Cancan was altijd heel gezellig, er kwam heel veel volk op af. En je zag bij het circus dat mensen gewoon halverwege wegliepen. Ja, dat past meer bij de sfeer ook van de Efteling, die Cancan act en zo. En, dit is een beetje slapjes. Ja, het stelt niks voor. Ik heb een beetje het idee dat de Efteling het circus ontdekt had met midzomeravond. Als je kijkt naar de Vrolijke Noot, is ook helemaal in een circus thema gegoten. En de Efteling denkt, daar kunnen we nog meer mee doen. We gaan op het Witte Paardplein een circus act maken. En dat is helaas geflopt. Ja, en ik vond het op zich ook een half het circus act hebben. Ik vond het op zich ook wel tegenvallen. Want ik weet dan nog van de tijd van Circus Anton Pieck. En dat vond ik op zich een heel goede show. En de Efteling had gezegd, we gaan een circus act doen voor de zomeravond. Toen had ik meer het gevoel van, oh, nou gaan we misschien weer iets richting Circus Anton Pieck kwaliteit. Maar dat viel op zich wel heel erg tegen, moet ik ook zeggen. Ja, daar in plaats van zie je nou gewoon iemand een beetje moeilijk doen op twee balkjes om te blijven staan. Ja, het is niet, het is gewoon veel, hè? Ik vond het heel jammer. En wat ik dan ook vooral zo jammer vond, omdat je de eerste twee zomeravonden hadden we dat circus nog niet. En toen hadden ze op het Witte Paardplein een coverbandje staan. En dat vond ik juist toch heel sterk, want dat deed me weer aan de eerste Pleinenfestijn denken. Aan het eerste zeven Pleinenfestijn wat toen de tijd georganiseerd werd. Mm-hmm. Toen had je op het Witte Paardplein had je iedere week een coverbandje op het Witte Paardplein staan. En ik vind die locatie gewoon heel erg geschikt, omdat het gewoon een gezellig kioskje is. Het geeft daar een hele knusse sfeer op dat pleintje als er een coverbandje staat te spelen. Dus wat er de eerste twee zomeravonden stond, vond ik gewoon een heel lekkere vibe. Zo'n coverbandje speelt dan ook gewoon de avond lekker aan elkaar. Natuurlijk hebben we ook Jürgen Freilich en Jelle. Maar de Efteling moet zelf ook wel weten dat het grootste aandeel van de zomeravonden abonnementhouders zijn. En dan moet er ook wel iets van variatie in zijn. En dat hebben Jelle en Jürgen Freilich niet, ondanks dat het wel heel gezellig blijft. Eigenlijk wat ik denk is dat het concept waar de Efteling heen moet met de zomeravonden is een paar grote acts waar je echt bijzonder mee doet en die goed bij de gast blijven hangen. En dan bedoel ik acts als Jürgen Freilich en Jelle, dat vind ik grote acts. En voor de rest gewoon heel veel kleine actjes. Straat entertainment en verrassende kleine dingen die de bezoeker niet verwacht en waarvan ze dan zeggen, oh, dat is leuk, dat hadden we niet verwacht. En dat maakt de avond voor de bezoeker heel verrassend en leuk en bijzonder. En ik denk dat de bezoekers daar ook nog wel voor terug willen komen. Ja, maar je ziet dat ze daar eigenlijk al wel een beetje op inspelen wat je nu zegt, hè. Want die kleine bandjes waren al wel te vinden en zo. Dan bedoel ik ook dingen als levende standbeelden bij de Vliegende Hollander en zeepaardjes die ze daar hadden bijvoorbeeld. Dat soort dingetjes bedoel ik. Daar blijven mensen even voor staan en daar kijken ze even naar. Dat geeft dan moet je een meer leuke, van hebben, wil je leuke zeggen. Draai aan hun avond. Ja, dat soort kleine dingen bedoel ik. Dat gecombineerd met een aantal grote dingen. Ja, ik snap het. Ja, ik ben het daar wel met Marijn eens. Alleen ik denk dat ze dan af moeten stappen van het concept van we hebben negen pleinen en we maken daar een programma van bekend. Ik denk dat je dan de grote pleinen, zoals je nou inderdaad Marijn al aangeeft, Jelle en Jürgen. En dan eventueel een pleintje waar afwisselend coverbandjes spelen. Maar ik denk dat je die straat entertainment acts niet moet aangaan konden. Ik denk dat je daar de bezoeker gewoon mee moet verrassen. Inderdaad, precies. En dat ze ook niet op een vaste plek staan. Dat ze gewoon ergens in het park opduiken. Ik denk dat je dan een heel leuk verrassingseffect krijgt. En inderdaad, daar gaan de bezoekers, daardoor raken ze verwonderd. En dan gaan ze terugkomen. Alleen, ik denk dat het zwakke punt op dit moment is van het negen pleinen verstaan. Is dat de Efteling te geforceerd die negen pleinen wil vullen.
En daardoor gaat de kwaliteit van die act gaat ook naar beneden. Maar begrijp ik het goed dat jullie echt helemaal afvullen van thema? Of van, ja, want ik vind je? Ja, want wat ik met thema bedoel is wat het Negenpleinfestijn aan thema hanteert, is met de versiering qua lampionnetjes en dat soort dingen. Want ja, ik hoorde iemand roepen die zei van ja, ik wil helemaal af van heel dat thema. Ik ben het daar niet zo mee eens. Ik wil eigenlijk naar iets toe wat de bezoeker het gevoel geeft dat door heel het park gewoon een feest is. Ja. En dat overal leuke lampjes maar en dat doen ze ook met verrassende dingen te de zien aankleding zijn. Met de lampionnetjes, hè? Ja, ja, maar van, als je dat bedoelt met thema, dan denk ik niet dat ze daar vanaf moeten, het lampionnetjes. Ja. Maar misschien is het ook wel leuk om een beetje aan te sluiten bij de thema's die je in het park vindt. Bij Fata Morgana een Arabisch thema, en bij het Bob een beetje een zware thema. Ja, daar moeten ze denk ik niet vanaf. Want net zoals met de act van de IJskoman, met dingen, vind ik echt geweldig. Ja, maar dat is niet echt aan een van de Efteling thema's gebonden. Jawel, het was Arabisch. IJskoman? Oh, ja, die IJskoman Ali, toch? Ja. Ja, maar dat vind ik dan wel een soort onderdeel van wat ik net beschreef qua kleine straatentertainment. Want daar vind ik qua plein wel een van de sfeervolste pleinen. Als ik dat beschrijf, Fata Morgana plein, qua entertainment en zo. Ja, ik ben het er wel mee eens, maar ik vond zelf het Fata plein een beetje leeg dit jaar. Ja, over het algemeen. Afgelopen jaar, andere jaren hadden we ook nog losse kraampjes staan op het Ja, maar ook gewoon met etenswaren. Stond er nou ook? Ja, dat stond er dit jaar ook, ja. Ja, maar niet echt zo'n marktkraampje zoals we ze eerst hadden. En dat vond ik juist heel sfeervol aan het Fata Morganaplein, dat je die marktkraampjes had staan. Je had er nou nog wel een aantal staan. En dan stonden heel leuke entertainment acts. Maar ik ben van mening dat je een beetje wat marktkraampjes om het over het plein moet gaan verspreiden. En dat je daar dingen gaat verkopen en niet die losse karren die we door het hele park zien. Ja, maar leeg kan ik echt helemaal niet bij inkomen. Dat gevoel had ik juist helemaal niet. Ik had het gevoel dat het juist voller was. Ja, met de entertainment acts die er ook waren, met de verkopers en noem maar op. Ja, de entertainment acts die er waren, die waren ook wel sterker als andere jaren. Ik denk dat het gevoel van de leegte ook wel een beetje kwam doordat de kamelen afwezig waren. Die ik totaal niet miste trouwens, maar die namen wel heel veel ruimte in. Ja, oké. Ja, had je nog een punt, Joris? Ja, ik vond op zich, miste ik de kamelen ook op zich wel. Ja. Ik vond dat toch een beetje bij de Fata Morgana plein horen. Hmm. Wat ik absoluut eigenlijk graag weg zou willen hebben, maar dat weten jullie misschien wel, is die kebabzaak. Die vond ik... Je bedoelt die vaste? Ja, die losse die daar in de hoek stond van de grote wachtrij. Oké. En ik vond een beetje het fotopunt, vond ik, een beetje in de weg staan. Ik snap dat mensen dan wel misschien een fotootje willen kopen van met figuren. Ja, maar dat is een kwestie van anders inrichten. Ik vond de locatie niet zo. Oké. Nou, wat Joris net zegt over die kebabkraam, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik vind... Ja, is dat zo'n aanbod van meer kebab. Eten aanbieden is altijd goed. Ja, meer eten ook met oog op capaciteit, maar ook omdat kebab onderdeel is van het Fata-thema. Dus dat geeft een soort gastronomisch perspectief aan het entertainment. Ik denk dat Joris meer bedoelt het uiterlijk van het kraampje. Ik bedoel meer het uiterlijk. Ik vond het kraampje ook niet mooi, maar ik vind wel dat Efteling moet kijken naar de... culinaire mogelijkheden die komen met zo'n avond. Ja, oké. Hoe die bij het thema aansluiten en hoe gasten het eten kunnen ervaren. Ja, ik vond dit jaar de externe horeca vond ik ook heel goed gedaan. Andere jaren zagen we wel dat de Efteling dat soort losse kraampjes wel in eigen beheer probeerde. Alleen over het algemeen lag de kwaliteit dan wat lager, omdat de Efteling moest ze dan heel snel verdiepen in het bereiden van die gerechten. En als je met externe horeca gaat werken, die zijn gespecialiseerd in het bereiden van dat gerecht. En ik vond het dit jaar heel goed gedaan. En ik zie het in de toekomst het liefste nog meer verschijnen, omdat ik
Ik denk ook een beetje die feestsfeer die er tijdens de zomeravond hoort. Ik denk dat de horeca daar ook een hele grote rol in speelt. Als je bijvoorbeeld naar grote festivals in Nederland gaat kijken, daar zit het ook vol met etenskraampjes. En ook foodtrucks wordt daar steeds belangrijker in Nederland. Je zag het met het Midsummer Festival dit jaar, zag je het ook dat het etensaanbod vergroot was ten opzichte van vorig jaar. En je zag ook dat het aansloeg. De horeca van de Efteling zelf was tijdens de avond niks te doen, terwijl de foodtrucks het hartstikke druk hadden. Dus ik denk dat de Efteling tijdens de zomeravond ook meer in moet gaan spelen op externe horeca. Ja, op zich, externe horeca vind ik op zich wel goed, maar de foodtrucks, ik weet nog wel dat dat een helemaal mislukt project was hier bij de Efteling. Dat het niet goed liep. Onder Bart de Boer. Onder Bart de Boer. Ja, maar dat lag ook meer aan de vormgeving van de foodtruck zelf. Die foodtrucks waren toen als hele lompe Amerikaanse bussen vormgegeven. Terwijl als je op een foodtruck festival tegenwoordig gaat kijken, zijn hele sfeervolle tentjes over het algemeen. Mm-hmm. Dus ik denk dat als Efteling daar meer op in gaat spelen tijdens de zomeravonden, dat dat ook wel eventueel extra bezoekers zou kunnen trekken. Ja, wat vonden we eigenlijk van het concept wat ook nieuw was dit jaar, waar de Efteling muzikanten ook weer optraden op het grasveld? Ja, dat vond ik eigenlijk ook best wel gezellig. Die stonden daar sfeer te maken op dat etenpleintje met die fish and chips en waar ook extra Oosterse keuken, die eetentjes daar in ieder geval. Dus dat was wel een leuke verrassing dat ze erbij waren. Ik hoop dat ze blijven. Ja. Het is wel een leuk stukje entertainment. Ik ben zelf niet vaak op dat pleintje geweest. Ik ben er, ik denk, de laatste zomeravond een minuut of vijf geweest. Ik ook niet. Ik ben niet maar het probleem van die dat plein vind ik, denk ik, is dat het... ik vond het te commercieel overkomen. Want die tentjes die er zaten, die waren allemaal gesponsord door Unilever. En er stonden overal keigrote logos van Ben & Jerry's en van Unox en van Conimax. En ik had... op dat pleintje had ik meer het gevoel dat ik in de supermarkt stond als dat ik in de Efteling was. Ja, dat was weer zo'n typisch uitprobeersel van de Efteling. Daar zie je wel dat de Efteling heel de tijd aan het uitproberen is met het eten en het drinken. Wat verkoopt goed? Wat loopt wel goed? Want we weten van een aantal jaren terug dat toen nog bij Symbolica nu... dat daar ook heel de tijd continu geëxperimenteerd werd met sushi en van alles aan proberen te bieden, maar het wilde maar niet werken. Ja, en daar hebben ze het ook heel verkeerd aangeplakt natuurlijk, omdat daar ging al het volk rond wat naar de zomeravond kwam om flink te zuipen. Ja. En die denken dan niet, hey, laten we eens een bakje sushi nemen. Nee, die wilden gewoon friet hebben of zoiets. Ja, nou ja, het liefste gewoon de hele avond bier, maar... Ja, maar als het op eten aankomt, dan... Nou, hey jongens, we zijn alweer een tijdje bezig. Hebben wij nog een aantal punten of verbeteringen? Of zegt van ja? Nou, ik wil om het een beetje kort samen te vatten. Is denk ik dat de Efteling naar een concept moet gaan met een aantal vaste pleinen. Niet meer zoveel als dat ze nou hebben met 9 pleinen. Maar ik denk aan een stuk of 4 pleinen bijvoorbeeld. Dat ze daar gewoon wat grotere acts hebben en dan... door de rest van het park wat straatentertainment, die ze niet aankondigen, maar waar ze de bezoekers gewoon mee verrassen. En dat ze meer op horeca in moeten spelen. En ik denk als ze die formule gaan gebruiken, samen met de versieringen en wat extra versieringen erbij, dat ze dan een heel goed concept in handen hebben. Ja, ik wil wel even aanhalen ook nog dat ik vind dat de horeca zelf ook een onderdeel is van het entertainment. En ook vooral dat van die heel veel verschillende soorten straatentertainment, dat er een aantal moeten zijn die ook wel hun eigen gebied krijgen en die ook aan moeten sluiten bij het thema van dat gebied. Zoals Fata Morgana en zoals Sprookjesbos, om maar voorbeelden te geven. Ja, absoluut. Ik denk dat het Vatenplein zeker iets is wat ze moeten behouden, omdat daar, je zag wel dat daar de entertainment acts daar wel een stuk beter waren als andere jaren. Je had de man op het vliegende tapijt die leuke interactie had met de bezoekers. En je had de tapijtverkoper, je had Nadir natuurlijk, IJsko Ali.
Er stonden gewoon hele sterke acts dit jaar. Ja, precies. En, dat ook. En ik denk verder dat Steenbokplein, als ze dat zeker aan moeten houden, je ziet gewoon dat het gewoon ontzettend goed loopt. En ik denk ook dat daar de horeca inkomsten van alle pleinen het hoogste liggen. Ja, zonder twijfel. Het Carnaval Festivalplein loopt nog altijd heel goed. Dat zijn natuurlijk ook acts waar je in de playlist kun je daar wat wisselen. Dus daardoor kun je het ook wat afwisselender houden. En als we naar Straat Entertainment gaan kijken, dan denk ik toch dat ze volgend jaar er beter aan doen om bij het Witte Paardplein de Kankan gewoon weer terug te brengen. Ja, op zich mag het Witte Paardplein wel veranderd worden. Maar ik vind ook dat het Sprookjesbos ook al aangepast mag worden. Want ik vond het Sprookjesbouw eigenlijk beter aansluiten bij het Sprookjesbos dan die Klaas Vaak, wat eigenlijk helemaal bij Bosrijk hoort, en dan ineens in het Sprookjesbos iets doet. Ik denk wel eigenlijk dat Herautoplein vooral een kinderplein is. En Klaas Vaak is misschien wel iets beter voor kinderen dan zo'n Sprookjesbal. Ja, jij zegt inderdaad een kinderplein, maar ik denk dat de Efteling niet zo specifiek moet gaan denken. Ik denk dat de Efteling gewoon naar entertainment acten moet kijken die leuk voor iedereen zijn. Op de zomeravonden zie je toch vooral dat er veel gezinnen zijn, maar ook gewoon losse groepen jongeren. Dus ik denk dat ze bij de zomeravonden vooral moeten gaan kijken naar acts die voor iedereen leuk zijn, waar iedereen om kan lachen, wat iedereen spectaculair vindt om te zien. Ik denk dat dat vooral acts zijn wat ze op de zomeravonden mee moeten scoren. Ja, ik denk dat je dat soort acts ook best wel lastig kan vinden, hoor. Met iets waar kinderen helemaal in op kunnen gaan, maar waar ouderen ook van kunnen genieten, dat lijkt me... Ja, ik vind dat ze daar hier op het Carnaval Festivalplein en bij het Fata Morganaplein, dan vind ik dat ze daar heel goed in geslaagd zijn. Want als je gaat kijken, bij bijvoorbeeld Nadir, daar zit voor het podium zit altijd een hele groep kinderen en daar omheen staan altijd heel veel volwassenen. Ja. En ook die lachen gewoon om de grappen. Ja, dat klopt. Ik denk dat het wel tijd is om een einde aan te breien. Als iemand nog iets wil zeggen, moet je het nou doen. Ik wil niks meer zeggen. Nee, oké, dan gaan we afsluiten. Dit was de eerste aflevering van seizoen 5. Wil je meer van ons weten, kijk dan op Twitter, Facebook en natuurlijk op YouTube zijn wij ook gewoon te vinden. En waarschijnlijk gaan we stoppen met iTunes, maar daar houden we nog even in de gaten of dat wel of niet gaat. En ik zeg al, volg ons gewoon, want we hebben een nieuw lid erbij. Joris. En bij deze... Oh, wacht. Ja. En ik kan jullie verzekeren, dit wordt weer een hartstikke leuk seizoen. We zijn met z'n vieren, dus er zullen ook gewoon weer op regelmatige basis gewoon weer afleveringen komen. Omdat vorig seizoen vooral het probleem was dat er vaak maar 1 of 2 teamleden in het park waren. Dus tegenwoordig zullen wij gewoon weer iedere 2 weken zal er gewoon weer een nieuwe Wonderwachters komen. Oké, tot dan!